Ik heb een eigen studiootje hier en ja, het is te gek, want het is nou sowieso dus een beetje een, een, een bruisend huis. Is even, weet je, het is echt een, een, er gebeurt van alles hier en heel veel verschillende soorten bedrijven is ook. Creatieve bedrijven met houtbewerking, met, uh, daar is een kunstenaar, zit daar. En ik zit hier als sound design, een beetje verstopt achter in een hoekje en dat is eigenlijk ideaal. Aan de Tuinlaan in Schiedam ligt achter een aantal huizen het oude pakhuis De Molukken verstopt. Vroeger diende het pand als opslagruimte waar specerijen en kruiden werden opgeslagen. Maar tegenwoordig is het pand een creatief bolwerk voor schiedammers die graag hun ideeën willen uitwerken. En die schiedammers komen uit alle hoeken van de samenleving. Het is allemaal heel divers, iedereen doet wat anders. Ik maak uh, schilderijen met uh, acrylverf. En mijn specialiteit is met, uh, om met uh, metallic verf uh, accenten uh, zeg maar, toe te voegen. Dus ik ben al één dag minder gaan werken bij mijn normale baan om, uh, ja, om hier uh, mijn hobby uh, eigenlijk uh, uit te oefenen. Dus elke minuut van de dag dat ik hier kan zijn, ben ik hier. En niet alleen start-ups of beginnende kunstenaars zitten in het bakhuis. Ook de bekende Schiedamse kunstenaar Jacques Tang heeft er een atelier. Het is echt een, een prachtig atelier. En het is... Ja, dit is, dit is, ja, het wordt wel eens mijn mancave genoemd, ik zit, ik zit hier helemaal in volle tevredenheid te zijn. En uh, dit is voor mij echt een soort leven. Dus, ik heb zelf kunnen aangeven hoe groot mijn atelier moest zijn, de grondoppervlak. Het is vijf meter hoog, dus ik, uh, ik kan nog een beetje uitbreiden. Dat heb ik ook wel gedaan. En ja, iedereen die hier komt, die, die is helemaal van wauw. <laughs> ik wil niet meer weg. Of zoals Willem de Koning zei, another picture finished.